Basisschool De Klaver is de enige basisschool in Rotterdam-Heijplaat. Een kleine school met zo'n 80 leerlingen. Dinsdagavond zijn de ouders en andere betrokkenen bijgepraat over het sjoemelen van de docent. Ik ben er vreselijk van geschrokken. Ik ken mijn meester Roy, ken ik al 25 jaar. Allebei mijn kinderen zijn hier op school geweest en ik heb nooit iets meegekregen daarvan. Kent u meester Roy? Ja. Waarvan? Ik heb bij hem in de klas gezeten. Ik geloof 10 jaar geleden. Was een goede docent? Ja, altijd. Heel lief en heel leerzaam. Maar de meester is buiten zijn boekje gegaan. Hij heeft leerlingen in de groepen 4 tot en met 7 bij de tussentijdse CITO-toetsen 1 of meerdere herkansingen gegeven. En dat mag niet. De directie van de school wil niet voor de camera reageren, maar legde vanmorgen op Radio Rijnmond uit waarom hij dat deed. Vanuit het hoge verwachtingen hebben van kinderen en hen niet willen laten onderpresteren, de inschatting maken van je kan het, laat het maar zien op de toets. Deze keer was het fout, maar ik weet dat je het goede antwoord wel weet. Dus het is niet uit eigen belang, maar meer van kinderen moeten goed voor de dag komen op een toets die belangrijk is. De leraar om wie het gaat werkt al tientallen jaren op deze basisschool. De ouders die ik vandaag sprak zijn ook heel positief over hem. Hij werkte hard en had het beste voor met de kinderen. Ze kunnen dan ook niet geloven dat hij bewust heeft gesjoemeld met de resultaten. Ik denk dat hij gewoon zoiets had van hun hebben meer in hun mars. Dus ik ga het gewoon even een beetje wat duidelijker maken voor ze. Hoe moet het nu verder? Ja, ik hoop dat ze gewoon terug mag komen en dat ze voor de rest geen consequenties zijn. Je hoopt echt dat hij blijft. Dus het was een goede leraar? Het was een hele goede leraar. Van mij mag hij blijven hoor, echt. De onderwijsinspectie wacht af welke maatregelen de school neemt. Pas dan wordt besloten of ingrijpen nodig is.